tot 22% besparen op je gasverbruik? Geen gereedschap nodig om het te monteren, zelfs als je twee linkerhanden hebt, moet het lukken? Je huis veel sneller warm, doordat de warmte lucht veel sneller wordt verspreid? Dit is toch niet te geloven, jongens? We gaan het testen, want zij claimen dus dat je je energieverbruik hiermee met 22% kunt verlagen. We gaan het doen, Abdoe. Ja. Laten we starten. Nou, ik hoef het jullie niet te vertellen. De gasprijzen, de energieprijzen, die schieten door dat dak heen. Dat is echt niet normaal. Sommige mensen moeten zelfs het dubbele betalen van wat ze normaal betalen. Geen grap dit. Dus het is echt tijd om aan je energieverbruik te denken. Handige snufjes, makkelijke dingen toepassen, zodat je je energie naar beneden kan halen. En Speed Comfort heeft echt de oplossing voor je. Ik heb deze dingen getest en echt waar, ik ben echt erg onder de indruk wat ze kunnen. Het mooie van deze ventilatoren is dat je het gewoon zelf kunt doen en je hebt geen gereedschap nodig. En het is echt peanuts. Iedereen kan dit installeren, want ze hebben echt een hele goede systeem. Echt doordacht. We gaan ze even uitpakken en we gaan ze gelijk installeren. Om te wijzen dat het echt heel makkelijk is, let op, linkerhand, geblinddoekt. 1, 2. Dit is toch ongelooflijk, jongens? Klaar! Ik hoef nu alleen maar de stekker aan te sluiten en hij doet het. Mogen we even opletten? Deze ventilatoren zijn in 3 sets leverbaar. De mono set, daar wordt 1 ventilator bijgeleverd en die is voor radiator tot met 50 centimeter. De duo set is voor radiator 75 tot met 1,20. En de trio set is vanaf radiator 1,20 meter. En mocht je dus een hele lange radiator hebben, je kan 20 aan elkaar koppelen. Dus je komt hier echt altijd mee uit. Ik lijk wel M&M zo. M&M, ja. Yo, yo, yo. Deze ventilatoren zijn echt super handig. En Speed Comfort heeft echt over nagedacht. Want ze hebben dus hier magneetjes toegepast. En die klik je gewoon er tegenaan. En ze zijn ook, kijk, in breedte verstelbaar. Dus je komt hier altijd mee uit. Stel voor dat je een hele smalle radiator hebt. Geen probleem, zelfs daarop past die. Het enige wat je hoeft te doen, is je haalt deze lipje weg. Je pakt deze magneetje, die draai je om. En je kan deze precies hetzelfde. Die draai je ook om, hop. En zo past hij dus op een hele smalle. Super handig en geen gereedschap, jongens. Ik blijf het herhalen. Ik vind dat geweldig dat je dit zonder gereedschap kunt monteren. En ook als je twee linkerhanden hebt. Voordat je natuurlijk deze ventilatoren gaat bestellen, moet je natuurlijk wel weten hoeveel ventilatoren heb ik nodig. En dat hangt af van de ruimte waar je deze gaat toepassen. Dus één zo'n ventilator verplaatst 30 kuub per uur. Deze ruimte is 6 meter lang, maal 5 meter breed en 3,20 meter hoog. En dat is 1, 2, 3, 96 kuub. Dus ik heb 3 van deze ventilatoren nodig. Let op, deze ventilatoren kun je niet toepassen bij hele oude radiatoren. Ook wel genoemd doorkijkradiatoren of kolomradiatoren. Daar moet je echt een andere oplossing voor zoeken. En bijvoorbeeld waterzijdig inregelen. Heb je een convecte radiator? Geen probleem. Deze ventilatoren kun je makkelijk ombouwen met de geleverde pootjes. In de beschrijving vind je meer informatie over de Speed Comfort. En ik heb ook een link achtergelaten waar je deze kunt bestellen. Het plaatsen van deze ventilatoren is geen hoge wiskunde, het is echt super simpel. En het koppelen is ook heel erg makkelijk. Bijgeleverd wordt er standaard een kabeltje van 30 centimeter bijgeleverd. Maar je kan ook grotere, langere kabels bestellen. Even kijken, je klikt hem hierop. Kijk, let op, gewoon met mijn ogen dicht. Dit is een temperatuurschakelaar die je aansluit op de ventilatoren. En deze laat je ventilatoren pas draaien als je radiator temperatuur boven de 33 graden is. En dat is best wel slim, zodat hoeven de ventilatoren niet altijd aan te blijven. En je moet hem zo dicht mogelijk op het begin van je radiator plaatsen, oftewel gewoon bij je kraan, want dat is je aanvoer. En het is heel makkelijk, ze hebben hier magneetjes toegepast en moet kijken hoe simpel dat gaat. Oh, wacht even, ik moet het met mijn linkerhand doen. Kijk, zo simpel is dat. Dan sluit ik de temperatuurschakelaar op de ventilator. En het enige wat ik nu hoef te doen is de adapter op aan te sluiten. En deze adapter is verliesvrij en dat houdt in dus dat hij geen stroom verbruikt als de ventilatoren niet aan zijn. Super handig. Eén zo'n ventilator verbruikt maar 16 cent per jaar. En je kamer is in de helft van de tijd opgewarmd. Hierdoor verbruik je minder gas, dus minder CO-uitstoot. Even kijken, dit is de adapter. Klik. Als je de temperatuursensor eraf haalt, dan gaan de ventilatoren gelijk aan. Sluit je ze erop aan, dan gaan ze uit. Zo weet je dus dat je sensor goed werkt. Het enige wat ik nu hoef te controleren is dat ik mijn ventilatoren wel de juiste kant op heb gemonteerd. Dus dat ze het lucht naar boven blazen. Het is eigenlijk heel simpel. Even mijn hand.
Ja hoor, dat is heel goed. En weet je wat het mooie van deze dingen? Ze maken bijna geen geluid. Je hoort ze echt niet. Tenminste, even goed kijken, goed horen. Dit is zo weinig. Dit is echt verwaarloosbaar. Dit hoor je niet. Perfect. Sensor erop. En klaar is Anwar en... Abdul. Yes, man. Deze ventilatoren zitten erop. Het enige wat ik nu hoef te doen om mijn temperatuur of eigenlijk van mijn energie naar beneden te halen, is de temperatuur van mijn cv-water te verlagen. Bij een standaard installatie is die vaak tussen de 70 en 90 ingesteld. En ik ga nu mijn temperatuur naar 60 verlagen van mijn radiators. En dan ga ik kijken hoe het aanvoelt. En als ik het hiermee red, dan is het perfect. Mocht het net te krap zijn, dan ga ik mijn temperatuur omhoog gooien. Bijvoorbeeld naar 65 of 70. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Dan gaan we de thermostaat hoger zetten om te testen. En ik zet hem nu gewoon even op 23 graden. Ik wil dat hij gewoon aangaat. Nu wacht ik totdat mijn radiator warm genoeg is. En dan moeten de ventilatoren aangaan. Dus dat moet je wel even testen of dat goed gaat. Ongeveer bij 33 graden moeten die ventilatoren aangaan. Dus we gaan het testen. Even kijken, ik hoor niet of die ventilatoren aan zijn, dus dan gaan we even checken. Want de ventilatoren zijn net aangegaan en ik meet daar, ja, 33 graden. Dus dat klopt perfect, joh. Zo, joh. Ja, ongelooflijk, joh. Hoor jij wat? Zijn ze wel aan? Nee? Nou, die dingen zijn echt geluidsarm. Je hoort ze bijna niet. Ze zijn echt heel erg stil. Dus het is echt verwaarloosbaar. Ongelooflijk, Abdul. Ja. Hey, nog een kleine bonus, jongens. Ik heb 3 van deze pakketjes die ik weg ga geven. Dus wil je deze winnen? Laat een leuke bericht achter hieronder. En waarom je het graag zou willen hebben. En je moet mij ook volgen op mijn Instagram. En dat is eigenlijk de voorwaarde. En ik zal er 3 uitkiezen. En ik zal ze opsturen. Voor nu, bedankt voor het kijken. Oh ja, ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. En jongens, vind je deze video leuk? Geef een dikke duim en deel hem lekker. Deel hem lekker. Is niet, kost geen geld. Kost geen geld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!